Vijf jaar geleden was ik 18. Vandaag ben ik 23. Wiskunde. Fucking goed. Toen ik 18 was, heb ik mijn rijbewijs gehaald. Ik ga hem je even laten zien. Komt-ie. Rijbewijsje, dit, dat. Het is belangrijk om de beste versie van jezelf te blijven. Dat ga ik vandaag ook weer doen. Tenminste, dat heb ik al gedaan. Maar jullie gaan er vandaag naar kijken. Ik ga namelijk opnieuw rijles nemen. Niet alleen rijles nemen, ik ga weer een examentje doen. Jazeker. Omdat ik best wel benieuwd ben of ik nog steeds een beetje kan rijden. Want tijdens je rijexamen zit je zo in de auto. Binnenspiegel, buitenspiegel, schouder, draai, draai, draai. En voor. Als je eenmaal je rijbewijs hebt, dan zit je zo in de auto. Op groente net als paprika, inderdaad. Dat is gewoon een beetje een feit. Kijk, tijdens je examen zit je helemaal zo opgelet iets te doen. En tijdens tegenwoordig rij je gewoon, ja, prima, allemaal duidelijk. Maar ik was wel benieuwd, wat nou als ik weer eens een keer een rijexamentje ga nemen? Nou, daar gaan we vandaag naar kijken. Ik begon met een theorie-examen. Goedemiddag, lieve mensen. Het gaat gebeuren. Ik ga weer opnieuw een rijexamen doen. Ik heb het in één keer gehaald destijds, dus daar ben ik super trots op. Maar dat was in 2016. Inmiddels zijn we bijna 4 jaar verder. En ben ik benieuwd of ik het nog steeds kan. Een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wist je al, de dag is aangebroken. Ik wil graag even een examen doen. Ja, en dat wordt een theoretisch examen en een praktisch examen. Dat klopt. Ik weet nog wel dat ik bij mijn examen exact 12 fouten had. Dus dat was al kiele kiele. Ja. Oké, ja, ik weet nog wel, het examen is killing. Ik had zwetende oksels, ging daar naartoe. Maar dit zijn echt van die verschrikkelijke plekken, weet je. Ik merkte gewoon weer toen ik daar zat, ik dacht, hé, die zenuwen komen terug. Je zit weer in zo'n hokje, je bent weer zo aan het typen. Je hebt die tijd, die teller loopt, je moet snel antwoorden. Ik ben best wel een beetje loser als het gaat om theorie. Maar ik ging gewoon de uitdaging aan. Succes, Kelvin. Zet hem op. Goed. Eerst 25 paardenherkenning vragen, waarvan ik er 12 fout mag hebben. Ik ben optimistisch. Laten we beginnen. Wat moet je doen? Je ziet twee paarden en je ziet een auto. Remmen, gas op staat of niets? Ik zou zeggen niets. Oh jawel, daar zaten gaten langs. Ah, ik weet het ook niet. 70. Autootje. Links zit ook een auto. Niets, denk ik. Oh nee, wacht. Ik wist... Kut. Kut. Ik kijk niet naar de goede dingen. Wat moet je doen? Remmen, gas loslaten of niks? Gevaarlijk kruispunt, je rijdt 60. Weet ik veel. Ik ben ook al 3 keer te laat geweest of zo. De 25 gevarenherkenning vragen. Ging vrij snel. We gaan door met 40 auto-examen vragen. Dat zijn theorievragen. Bijvoorbeeld, je wilt de langzaam rijden en de tram links inhalen. Mag dat? Hiervan mag ik er dus 5 van de 40 gaan. Je ziet het verkeersbord. Wat kun je verwachten? Een stuk van de weg dat kinderen mogen gebruiken. Een stuk van de weg dat voetgangers mogen gebruiken. Een zebrapad. Wat denk je zelf? Het zijn niet allemaal hele moeilijke vragen. De laatste vraag. Wat moet je doen? Remmen, gas loslaten, een gevaarlijk punt. Hou een beetje rustig aan. Oké, dat waren alle vragen. Ik wil de uitslag niet zien. Eerst gaan we een rondje rijden. Nou, mijn gevoel was niet heel goed. Ja, het is gewoon, je komt dan in situaties. Ik ben een gevoelsmens. Ik doe dingen gewoon op basis van gevoel. Raak me niet aan, raak me niet aan. En als ik het idee heb dat iemand van rechts, zonder haaientanden, zich inhoudt en ik denk, ik rij best wel lekker. Ik kijk die persoon in de ogen door het raam en ik zie dat hij geen voorrang gaat nemen, dan chase ik er gewoon langs. In Amsterdam is het nou eenmaal zo, we moeten gewoon een klein beetje arrogant zijn in het verkeer. Neem niet weg dat je de regels moet volgen. En ik weet niet of ik daar theoretisch gezien goed in ben. Maar ik kan hem nog redden op praktijk. Want ik ga ook een praktijkexamentje doen. Samen met mijn rijinstructeur, mijn examinator. En zo ging het eraan toe. Het gaat gebeuren. Ja, wat we gaan doen, je mag natuurlijk even de auto wennen. We gaan richting het CBR-terreintje. En van daaraf ga ik je vertellen wat de bedoeling is. Oké. Okay. Oh ja, jij hebt hier die dingen natuurlijk. Ik heb een koppeling en een rempedaal. Dus jij kan remmen als je wil? Ja, als ik wil, dan kan ik de boel stilzetten. Inmiddels ben ik aangekomen bij het CBR. Het examen gaat beginnen, het praktijkexamen. Weet je nog wel, toen ik dit zelf deed, toen moest ik een soort van rondje om de auto heen lopen. Misschien kunnen we daarmee beginnen. Prima. Als je naar de banden kijkt, waar let je allemaal op? Ik zou letten op de bandenspanning. Heel goed. Wat gebeurt er als de banden te zacht zijn? Brand je veel meer brandstof natuurlijk. Ja. En de wegligging, hè? Inderdaad. En dan, ja, het is gewoon, je gaat ook niet fietsen met een lege band. Nee, niet logisch. Het is logisch. Die groeven, hoe noemen we die? Dat is profiel. Is er wettelijk een minimale profieldiepte voor een zomerband? Die wettelijke minimale profieldiepte is
5 mm. Nee, 1,6 mm. Oh, goed, de motor, dat weet je. Ja, prachtige motor. Ja. Welke dingen kun je nou zelf controleren? Je kan zelf de olie kun je checken, de oliepeil. Ja. Waar doe je dat? Hier, bij dit dingetje. Peil je olie. Ja, en dan pak je zo'n stangetje en dan duw je hem er even in. En die zit hier dan waarschijnlijk in. Zit daar een stangetje aan? Nou ja, kijk, als je het opendraait. Nee, die zit er niet. Nee, die ligt ergens anders. De pijlstok, nou ja, dat kun je bijvoorbeeld controleren. Wat voor vloeistof is dat? Dit is de koelvloeistof. Nou, dat heb je goed. Ja. Ik zeg altijd maar wat en dan bluff ik er doorheen. Maar het was wel allemaal goed. Dus dit heb ik op zich volgens mij aardig gedaan, maar... Dit onderdeel ben je geslaagd. Nu okay. Rijden nog. Nu moeten we gaan rijden. Oké, ik ben er klaar voor. Dan mag je hem starten. Einde van de weg, linksaf. Ik voel me ineens weer helemaal nerveus. Ik rijd elke dag auto. Ik heb nog nooit een ongeluk gehad. En nu ineens ga je overal op letten. Dan krijg je zo'n rotonde, die gaan we drie kwart, dus linksaf. Voorlopig blijven we alsmaar recht doorgaan tot je van mij een nieuwe opdracht krijgt. Oké. Dit zijn die examinator trucjes. Dat je dan ergens niet in mag. Ik ken dit. Ik zou het niet weten. Oké, focus Kelvin. En dan gaan we het kruispunt waar wij uitkomen linksaf. Ja, daar zit je gewoon ruim drie kwartier in de auto met zo'n gozer op alles te letten. En tegelijkertijd dacht ik, het enige wat ik nu gewoon wil is een muziekje aanzetten en gewoon chillen. Gewoon chillen in die waggie, rustig rijden door de straten. Maar goed, je moet je voorbeeldig gedragen, twee handen aan het stuur. Rustig rijden om je examen te kunnen halen. En ik moet zeggen, op bepaalde momenten ben ik wel een klein beetje nerveus. Nou, dan gaan we het verkeerslicht linksaf en daarna direct rechtsaf. Dus links en dan weer naar rechts. Ik zou dus bijvoorbeeld hier, op zo'n weg, ik zou echt niet weten waar ik mag. Nee, je mag 50. Ja, nee, ik rij al 60 nou. Maar het eind van de weg waar die auto's staan, daar gaan we rechts. Rechtsaf, zei je ja, toch? Ja, rechtsaf, ja. Op zich is het geen luistertoets, dus op zich mag je toch gewoon even dubbel checken. Als jij zegt, ga naar rechts, en ik denk, oh, ik let even niet helemaal op. Tuurlijk. Dan mag je toch, het is ja, toch nee, niet zo dat je dan minpunten krijgt, omdat je niet goed kan luisteren? Nee. Kijk, als de hele rit gebeurt is wat anders natuurlijk, maar je mag natuurlijk best wat vragen wat betrekking ja. Hebt op de route. Nou, dan mag je aan de rechterkant mag je een plekje zoeken om de auto te parkeren. Hey, heeft hij geen achteruitrek aan? Nee. Kut. Zou je hem zo laten staan? Ja, ik zou hem wel zo laten staan, ja. Ben je er tevreden over? Ik ben wel tevreden. Jij niet dan? Ik ben altijd tevreden. Ik ben er tevreden mee. Ja, dan loop maar niet te kloten. Dan zet je hem weer hier neer? Ja, dan zetten we hem hier zo neer. Ja. En normaal gesproken dan de leerling, die heeft dan nu echt zoiets van... Vraagt de examinator natuurlijk om de auto af te zetten. En dan let de examinator ook nog extra op, via dat spiegeltje, hoe je uitstapt. Stap je nou uit zonder die deur, zonder te kijken, gooi je die deur open. Ja, dan telt dat natuurlijk ook nog mee. Mm. En dan ga je naar boven en dan krijg je de uitslag. Oké. Nou, dat was het. Otje, hoe vind je dat ik het gedaan heb, schat? Zeg het eens even. Otje heeft mediatraining gehad, je kan het zien. Ik moet eerlijk zeggen dat ik over de praktijk best wel een goed gevoel had. Over de theorie een minder goed gevoel. Laten we kijken, we beginnen met de uitslag van mijn praktijkexamen. Daar zitten we dan. Jij hebt het verlossende antwoord. Ja. Dit is toch de manier waarop het gaat gewoon? Dit is de manier zoals een examen wordt afgenomen, okay. Zowel theoretisch als praktisch. Ben ik geslaagd? Ik ga je nog een klein beetje in spanning laten. We beginnen met het praktische gedeelte. Okay. Wat je merkt tijdens het rijden, dat schoolse spiegelen, dat een beetje achterwege blijft. Het is meer de richting wijzer aan en dan kijken. Ja. Voor de rest... Je wrijft er wel in trouwens. Als ik zo naast je zit, dan voel ik me op mijn gemak. Dus okay. Ik ga je een hand geven voor het praktische gedeelte. Fuck ja, motherfuckers. Ik heb het gewoon op een paar schoonheidsfoutjes na. Maar ik ben gewoon een zelfverzekerde 23-jarige guy in het verkeer. Maar nu komt mijn grootste angst, de theorie. De theorie? Ja, het verlossende woord. Ja. Auto rijden is zeg maar leuk. De theorie vindt eigenlijk niemand leuk. Dat is gewoon wat het is. Ja, dat verwatert ook. En dat merk ik ook heel duidelijk aan de uitslag. Ik ben niet geslaagd. Kut! Godver. Ja. Ja, het was dus een beetje gaar. De uitslag van de theorie was niet opgeslagen. Maar ik weet dat jullie toch willen weten hoeveel fouten ik had. Dus ik heb nog een keer een examen gedaan. Daar kwam een uitslag uit. Die had ik alsnog niet gehaald. Allemaal onvoldoende.
Ik ben gewoon een loser als het gaat om theorie. Het aantal fouten wat ik had, ga ik even voorlezen. Bij de gevarenherkenning waar je van de 25 vragen 13 of meer goed moet hebben, had ik 8 fout. Dus wat dat betreft heb ik het gehaald. Dan van de inzichtvragen. Van de 28 moet je de 25 goed hebben. En ik kan jullie vertellen, dames en heren. Van de 28 had ik er maar liefst 13 goed. Pak mijn rijbewijs niet af, overheid als je kijkt. Doe het niet. Maar goed, praktijk heb ik wel gehaald. Abonneer op mijn kanaal, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer maar weer. Sharon en jullie, de groeten. What's good? Bye.